Vrijdag gaan we naar Zwitserland. Ik heb de hele binnenslag uit deze jurk geknipt. Dan heb je binnen een paar minuten echt de hemel. Oepsie, zo'n zilveren pot met allemaal poeppapier ernaast. Echt zo goor. Vorig jaar had ik hier dus echt die traumatische ervaring dat ik dus bijna verdronken in die waterval. Dat weten mensen dus niet. Dit is dus hoe je bij de waterval. Ik zal even mijn koelkast toer doen, want ik weet dat veel mensen dat leuk vinden. Ik heb het wel uitgeruimd, maar ik heb het niet super netjes gedaan. Ook pets. Maar hij laat echt zo'n lekker olielaagje achter. Doe jij het maar even om je kruidje. Jij wel ook, hè? Nou, mijn huid was een goed nacht en was een goed haar, was wel goed. En ik moest jullie natuurlijk ook nog een relatie-update geven. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandag. Morgen ga ik een nachtje naar Zoetermeer. Vrijdag gaan we naar Zwitserland. Vandaag is het 32 graden. En ik merk dat ik, als ik alleen thuis ben in de vakantie, nu best wel zin heb om lekker lui te doen. Dus ik had eerst iets van, oh, ik ga naar de Spiegelplas fietsen. Of naar Gaasperplas. Maar ik heb niet echt zin om in mijn eentje ergens te gaan liggen om te zwemmen. Ik ben best wel, ik hou heel erg van dingen alleen doen, dat weten jullie, maar... In mijn eentje, ik zou wel in mijn eentje naar de sauna gaan of zo, maar mijn eentje in een plas gaan zwemmen. Ik weet niet, het trekt me niet heel erg. En ik heb sowieso niet heel erg de behoefte om... Ja, ik heb wel zin om te zwemmen, maar ja, vanaf zaterdag kan ik een week lang zwemmen. Aan de andere kant, als ik terugkom van vakantie, dan begint school weer en dan is het ook weer voorbij. Dus ik moet eigenlijk ook weer profiteren van dit mooie weer, maar ik weet niet. Ik ga in ieder geval sporten. Ik had iets eerder willen gaan. Tijd wakker, maar ik ging eventjes editen, daar had ik zin in. Even rustig wakker worden, nu ga ik even ontbijten. Ik had heel veel zin in wat fruit. En... Oh, dat is zo lekker. Ik heb net mijn tanden gepoet, dat is zonde. Die golden kiwis zijn zo lekker. Oh, ik moet echt beter kouwen. Gisteren even lekker mijn bikinilijnen zo gedaan. Voor vakantie, heerlijk. Veel beter dan scheren. En je bent ook wel echt aan de pijn. Maar ik doe niet mijn benen of zo hoor, daarmee. Er zit een wasje in, zoals je misschien kan horen. Wow, dit is best wel zuur. Die mega robotdoos staat daar. Die ga ik even in mijn auto zetten. Ga ik morgen terugbrengen. Super zwaar pakket. Wat zou ik dan nog meer zeggen? Oh, ik ga dus sporten. Ik had eerder willen gaan, was minder heet, maar goed. Het is nu 11 uur of zo. 11:30 inmiddels al. Ik ben toch op het heetste gedeelte van de dag in de sportschool. Maar ik weet niet of dat nu al het heetste is. Omdat het dus niet elke dag zo heet is, loopt het pas meestal een beetje aan het eind van de dag een beetje op. Dus ik zag het pas rond 5 uur zo, is het echt 32 graden. Morgen is het gezellig naar Zoetermeer. Dan gaan we ook barbecue met de neef en vrouw van Hill. Ze hebben dus dat hele schattige dochtertje. Maar ze hebben dus nu ook een babytje erbij. Die ik nog niet heb gezien. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. En verder ga ik even mijn tas inpakken. Deze week natuurlijk voor Zwitserland. Niet te veel mee. Ik heb weer een hele leuke samenwerking trouwens deze week met Jimmy Gums. Zo blij dat ze nog een keer wilden samenwerken. Dat komt later nog. Deze bijna op. En ja, nu ga ik even dit opeten. Marcia maken. En naar de sportschool lopen. Ik onderbreek even de vlog. Ik spoel een paar dagen vooruit, want ik ben inmiddels in Zwitserland. Vet mooi uitzicht, niet normaal. Maar ik zou jullie natuurlijk nog even wat vertellen over mijn samenwerking met Yummy Gums. Ik heb een paar weken geleden met Yummy Gums samengewerkt. Een van mijn favoriete merken, dus ik ben heel erg blij dat ze nog een keer wilden samenwerken. En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat ik best wel van veel van jullie heb gehoord dat jullie ook besteld hebben. Heel enthousiast waren na mijn video en ook nu enthousiast zijn met de Yummy Gums die jullie hebben besteld. Dus dat vind ik heel fijn om te horen. Dus helemaal leuk. Ik heb... Een aantal hetzelfde als vorige keer om aan jullie te laten zien. Maar ook twee nieuwe. Ik heb 4 soorten meegenomen op vakantie. De Balance slik ik ook nog steeds. Maar die gebruik ik dus alleen rondom mijn menstruatie. En die is nu niet. Dus die heb ik nu niet mee. Maar ik heb wel de Collagen en de Sleep mee. Waar ik jullie vorige keer al over heb verteld. En dit zijn dus nieuwe potjes. Deze heb ik opnieuw besteld. En voor wie het vorige keer niet heeft gezien of het niet weet... Yummy Gums zijn dus supplementen in kauwbare vorm als een snoepje, gewoon als een winegum. En het fijne hieraan is dat het gewoon lekker is om het te nemen en dat het heel makkelijk is om het aan je routine toe te voegen. Omdat je er altijd zin in hebt. Ik zei vorige keer al, eten vind ik bijvoorbeeld heel lekker, zou ik nooit vergeten. Drinken vind ik niet zo boeiend, vergeet ik snel.
Yummy Gums vind ik heel erg lekker. Dus ik vergeet ze nooit te nemen. En het is ook niet dat je dan s'avonds nog denkt, oh, ik moet al die pillen slikken met water. Blablabla. Ik heb ook echt vaak met supplementen dat het een beetje schuimt. Of dat je echt zo'n mond vol supplementen hebt. Dit is gewoon leuk om te nemen. Dat is heel erg fijn. Ik ga sowieso nu even mijn collagen nemen. Deze hebben dus ook vitamine C en collageen uit vis. En vitamine C is dus heel erg belangrijk voor de vorming van collageen. Ik zei vorige keer ook al, ik smeer elke dag vitamine C serum. En het is heel fijn dat hier dus ook vitamine C aan is toegevoegd. En deze zijn ook echt heel lekker. Oh, moet ik even laten zien voordat ik ze opeet. Dit zijn dus de schattige gummies. En hier bij de collagen mag je er dus lekker 2 van nemen elke dag. En mocht je benieuwd zijn waar het nog meer allemaal goed is, want het is echt heel veel dingen. Ik heb vorige keer ben ik wat uitgebreider op ingegaan. Ik wil niet te veel in herhaling vallen. Maar dan kan je natuurlijk vooral ook opzoeken op de website van Yummy Gums. En mocht je trouwens benieuwd zijn, heb ik dus een kortingscode Charlotte20 die je 20% korting geeft op alle Yummy Gums. En laat me vooral ook echt nog weten, als je besteld hebt of als je het gebruikt, wat jij ervan vindt. Ik ben heel erg fan. Dit is dus de collagen. Dan heb ik ook nog de sleep. Die ga ik nu niet nemen, want we gaan zo lekker naar het strandje. Dit is ook echt geweldig om te hebben. Mega ontdekking. Lifesaver. Vooral als je dus, ja, je zou het elke dag kunnen nemen, maar ik neem dit dus als ik bijvoorbeeld wat eerder naar bed moet dan ik normaal doe. Zodat ik gewoon echt rustiger word en veel makkelijker in slaap val. Dit is met melatonine, bosbessensmaak, passiebloem, meidoorn. En dit zorgt er dus voor dat je lekker slaapt, maar ook uitgerust wakker wordt. En deze vind ik heel prettig, vooral omdat ik echt altijd gek word van slaappillen en daar helemaal niet lekker bij voel. Dit zijn voor mij de enige sleeping gummies of slaappillen die werken. En dan zijn ze dus ook nog eens heel erg lekker. Dit is dus voor mij ook alweer een nieuw potje die ik heb besteld. En dit zijn lekkere donkere met bosbes dus. En dan heb ik 2 nieuwe toegevoegd aan mijn routine. De Hair en de magnesium. Ik slikte altijd al magnesium. En daarom ben ik dus heel blij dat ik het nu heb kunnen vervangen voor gummies. Want wat ik al zei, dat maakt het leuk. Je kunt het bijvoorbeeld in de avond nemen, maar ook gewoon overdag. Dit is heel goed als je sport sowieso. Ook als je niet sport. Maar juist omdat ik natuurlijk ook krachttraining doe, slik ik magnesium eigenlijk al jaren. Deze ruiken trouwens gestoord lekker. Deze zijn trouwens wat steviger. Elke gummy is net een beetje anders. Dit ruikt niet normaal lekker. Naar kersen. En even kijken, dit draagt bij aan fitheid, concentratievermogen, behoud van sterke en soepele spieren, rol in de prikkeloverdracht tussen zenuwcellen, dat wist ik niet eens. En deze gummies bevatten dan de opneembare vorm magnesiumcitraat. Deze ga ik nu trouwens. Ik ga deze bewaren voor na het avondeten. Want dan vind ik het altijd een lekker toetje. En magnesium is heel belangrijk om te nemen. Ik slik het dus al jaren, maar nu heb ik dus het in gummievorm. Wat het leven een stuk leuker maakt. En waar ik ook nog heel erg blij mee ben, zijn de hair gummies met biotina, selenium en er zit volgens mij nog veel meer in. Deze bamboe extract, frambozensmaak. Biotina houdt je haar sterk, draagt bij aan een normale haargroei en voedt de huid van binnenuit. En selenium is goed voor de nagels, het behoud van glanzend haar. Deze wordt ook echt heel vaak aanbevolen door kappers. En dit is een vrij bekende. Ik dacht eerst, ik ga niet de hair gummies nemen, want ik heb op zich al gezond goed haar. Maar het kan eigenlijk nog veel beter. Dus ik ben heel benieuwd wat deze gummies nog voor me gaan doen. Ik mag 3 maanden samenwerken met Yummy Gums. Heel erg leuk. Dus ik kan jullie ook zeker volgende keer daar meer over vertellen. Deze gummies zijn trouwens ook weer wat steviger. Deze ga ik ook nu lekker nemen. Ik vind het wel leuk dat ze allemaal net een beetje een ander structuurtje hebben. 80% van de mensen die het heeft gebruikt ziet na 3 maanden echt resultaat. Ik ben heel benieuwd. Juist omdat ik dus al... mijn huid is best wel goed. Mijn nagels zijn best wel goed. Mijn haar is best wel goed. Dus ik dacht eerst, heb ik het wel nodig? Maar ik vond het wel heel leuk om te kijken of dit nog meer van me kan doen. Sowieso is het heel erg top, omdat er allemaal, er zit gewoon heel veel in. B3, B6, foliumzuur, B12, zink, vitamine C ook, vitamine E. Hier hoef ik ook geen vitamine C bijvoorbeeld mee te slikken, want dat zit ook al in deze. Dus er zit echt heel veel in. Terwijl je gewoon het op een leuke manier kunt innemen en er dus van geniet. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ben heel erg benieuwd dus wat jullie vinden. Of jullie het ook gaan proberen. En dan gaan we weer verder met de vlog. Jullie zien mij naar Zwitserland gaan in deze vlog. Maar ik wou het even wat naar voren schuiven in deze video. Omdat mijn vlog zal vrij lang zijn. Vergeet dus niet mijn code Charlotte20 te gebruiken. Ik heb nog een gummy in mijn mond. Check het zeker even. Ze hebben ook dus nog meer verschillende soorten. Ik ben fan. Ik heb trouwens een broekje aan die ik nooit aan, want ik vind het een beetje te kort. Dit is zo'n sportbroekje van Chiquel. Leuk is wel dat deze dan een beetje wat vorm geeft. Normaal draag ik echt zo'n heel zacht broekje. Maar dit is dan, ik vind zo'n strakke band niet nodig. En dit is vrij kort. Maar die anderen zitten allebei in de was. En dan ga ik lekker sporten. Stel je komt thuis in deze zooi. En je denkt, hé, er ligt iets op tafel. Wat niet bij de zooi hoort.
Dikke vette poes. Oh. Koelbox uit de berging gehaald. Moet ik even schoonmaken ook. Ik leef nog. Ik heb heel veel mazzel gehad, zeg. Ik ben uiteindelijk ook echt lang aan de sportschool geweest. Hij werd direct paars. En nu valt het wel mee. Deze. Ik deed dus de hip thrust machine. Dus dat je dus een stang met je bekken of heupen omhoog duwt. Beide kanten 20 kilo. En dus een zware machine. En twee elastieken eraan voor extra tegenkracht. Dus heel zwaar. En ik zette mijn waterfles neer. Terwijl ik al omhoog was of zo, nam ik een slokje. Dus ik ga weer omlaag met mijn heupen. En zo'n ijzeren punt leunt op die waterfles. Ik krijg hem met geen mogelijkheid los. Dus ik denk, ik moet even omhoog om die fles te pakken. Dus ik duw die fles weg. En als reflex laat ik hem ook weer gewoon vallen. En in plaats van op die fles valt hij vol op mijn vinger. En het deed echt heel veel pijn. Zoveel pijn dat je bijna geen pijn meer voelt. Ik dacht echt, oh mijn god, dit is 100% gebroken. Het was in 1 seconde paars van voor en van achter. Een vrouw ging heel lief ijs voor me halen. Ondertussen deed ik het meteen onder de koude kraan. En ik heb echt 20 minuten of zo gekoeld. Wel echt tegen het ijspack aan. Niet tegen de doek. Ook al moet dat, maar dat vond ik niet koud genoeg. En toen ben ik daarna weer gaan trainen. Het zal morgen heus wel dik worden, maar ik heb echt mazzel gehad. Ik kan hem gewoon nog bewegen. En hij doet pijn. Ik werd vooral duizelig, moe en ik begon helemaal te trillen. Maar op zich gaat het nu wel. Ik heb de mazzel gehad dat hij dus hier is gevallen en niet hier of hier. Heel veel mazzel. Ik snap echt niet hoe het niet gebroken kan zijn. Want het is gewoon, ja, zeker 60 kilo. Keihard van boven doing op je vinger. Dus verder gelukkig goed kunnen trainen. Alleen wat fruit en een matcha heb ik hier wel zin in. Lekker kleine stukjes geroosterd zuurdesembrood uit de vriezer met geitkaas en tomaat. Yummy. Dacht je alweer hier? Waarom vind je dat zo lekker? Omdat dat cool is. Maar de grond is ook cool, schatje. Zo random. Ik was er aan het zoeken. Lag ze hier weer. Oh, Charlotte. Ik wou zeggen, ik had ineens heel veel zin in zuurdesembrood met kruidenboter. Dus toen dacht ik, ik ga even mijn verse kruiden plukken. En toen gebeurde dit. Hier heb ik boter met zout en knoflook. Ga ik lekker kruidenboter maken. Dit is bieslook en peterselie. Waarom is er eigenlijk in de supermarkt nooit lekkere kruidenboter te kopen? Ze kunnen toch gewoon verse kruidenboter verkopen? Ik heb even het recept niet meer, maar ik heb toen in Babbelhap gedeeld wat mijn favoriete kruidenboterrecept is. Maar ik vond het ook wel leuk om het juist een beetje zo, net als mijn schoonmoeder op de camping te doen. Lekker een beetje rommelen. Voor mij doet er altijd nog verse dillen door. Misschien doe ik er nog wat gedroogde kruiden doorheen, maar het is sowieso lekker. En dan heb je binnen een paar minuten echt de hemel in een bakje. Heerlijk. Kan iemand me uitleggen waarom deze poes continu op tafel gaat liggen, ook na het poepen? Niet heel hygiënisch. Ik heb trouwens echt vet veel van dat haar hieronder. Wat echt heel lang aan het worden. Bizar, moet je kijken. Oh. Oeh, ik ga een keer mijn... Het ziet er heel vies uit. Maar dit een keer een groot bol maken. Ik heb twee van die acai dingen erdoor, maar die moeten nog een beetje ontdooien. En dan ga ik er lekker allemaal gezonde dingen op doen. Dat je echt zo'n... Wat je soms op TikTok ziet van... One of the most healthiest breakfast of zo. Dit is echt al heel gezond. Nou ja, die kokosmelk die ik er doorheen doe van Alpro is natuurlijk niet zo gezond. Dus dat moet ik eigenlijk iets anders op bedenken. Oké, ik heb niet heel erg mijn best gedaan op de opmaak. Maar ik heb dan dus golden kiwi, blauwe bessen, pompoenpitten, cacao nips, hennepzaad, gedroogd dragon fruit. En dit... Ik ben benieuwd. Ik eet echt nooit dit soort bols. Maar ik vond het wel eventjes gezond. Het ziet er alleen echt totaal niet lekker uit. Maar het is heel lekker. Right, time to go to Zoetermeer voor één nachtje. Niks bijzonders. Wel lekker makkelijk. Ik dacht, ik doe weer een keer make-up op. Volgens mij heb ik echt de hele vakantie nog geen make-up op gehad of zo. Zo voelt het in ieder geval wel. Ik ben bijna... Ja, ik ben in Zoetermeer trouwens. Maar ik ben er bijna. We gaan dus lekker barbecuen met... Heel familie, gezellig. Jongens, ik heb de hele binnenste laag uit deze jurk geknipt. Aan de ene kant is het dom, want het is een heel fijn jurkje voor juist degelijke momenten. Lang en netjes. En nu schijnt het dus door. Oh, valt weer die oorbel uit. Heel irritant, moet een ander achterkantje hebben. Maar het verschil is bizar. Er zat hier gewoon zo'n dikke laag polyesterstof onder. Dus als ik hier gewoon een zwarte BH onder draag, dan zie je, het zit ook een zwart hoekje onder. Dan zie je er niks van dat hij doorschijnt. En nu kwam ik toch gewoon alleen Koen en Annie op bezoek, dus dat boeit niet. Want ik had dit aan, maar het is gewoon 30 graden op het terras buiten. We gaan nu dus barbecuen. Maar ik heb hem er heel netjes uitgeknipt. Kijk, dit schijnt nu dus helemaal door. Maar als je er dus dat zwart onder hebt, prima.
Ik ben blij dat ik het heb gedaan, want het is echt letterlijk de helft minder heet. En hier is Hazes, schattig, een borrelplankje. Ik ben helemaal vergeten te vloggen, sorry. Het was zo gezellig en als ben je met de kinderen en zo. En dan... Ik heb er echt 0 keer aan gedacht, maar dat is wel goed. Dat betekent dat ik echt even heb gechilled. Het was heel gezellig, we hebben heerlijk gegeten en nu gaan we lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Good morning! Niet zo lang geslapen, maar ik ga er vandoor, want de hulp komt straks. En ik heb even geen zin om dan helemaal niet te gaan kletsen en zo weer. Ik ken haar natuurlijk. Dus ik ga lekker de auto in. En dan in de auto even allemaal pakketten klaarmaken en hier wegbrengen. En dan even de stad nog kort in en dan richting mijn vriendin in Diemen. On the road, ben er al bijna. Ik had even lekker een koud koffietje gehaald. Ik had geen zin in matcha. Koffie! Het is wel even lekker weer. Af en toe even een koffietje vind ik wel lekker. Ik denk dat ik in Zwitserland ook weer lekker die... Je hebt daar dan die lactosevrije zonder suiker koffietjes in Zwitserland. Echt top. Ik snap nog steeds niet dat het in Nederland zo... Ja, hoi, ik moet invoegen, auto. Nee? Oh, ik vind dat zo belachelijk als auto's je niet laten invoegen op een invoegstrook. Maar goed. Daar heb je dus gewoon lekker ongezoet, gewoon puur lactosevrije melk met koffie. Nog beter als ze ook havermelk zouden hebben. En ik weet ook dat ik daar echt heerlijk vond op het strand altijd. Dus ik denk dat ik daar weer lekker koffie ga drinken. Op vakantie wil je toch altijd net een beetje anders of zo dan thuis. Zo, dat was heel gezellig. Lekker 3 uurtjes. Ik zei al tegen haar, oh, heb ik weer niks gevlogd. Zo stom, maar ja, forgive me. Het is ook wel even lekker om, ja, dan film ik het eten en dan. Ja, heel veel mensen willen gewoon niet in de vlog. Ik heb nu mijn hele auto vol pakketjes. Ik heb bij haar even alles getaped en zo. Ik heb hier een mega doos van mijn stofzuiger. En dan hierachter nog 2 hoepels. En 4 dingen met kledingretourtjes. Dus die ga ik terugbrengen. Want hier heel dicht bij haar huis zit dus een UPS en DHL punt. Dan kan ik alles meteen doen, maar ik moet bijna bij alles een barcode hebben. QR-code, dus dan moet ik het gaan zoeken. Dus waarschijnlijk sta ik echt super lang bij dat punt. Maar goed, dan ga ik even langs mijn ouders rijden om de bouldercar te halen. Ik had dus hun bouldercar geleend met mijn verhuizing. Dat was gelukkig een best wel simpele bouldercar, maar die was niet zo mooi meer. Dus mijn ouders hebben gezegd, zeiden we halen wel een nieuwe, neem jij die oude maar weer. Dus dan zei ik, oké, dan kom ik hem even halen voor mijn vakantie. Want dat scheelt best wel met strandjes als je even, jee, een plekje. Dit is top. Oh, chill. Het scheelt heel erg als je op strandjes een bouldercar hebt. Echt heerlijk. Oké, ik ga denk ik eerst even die robot tillen en dan de rest. Want dit zijn... Oh, je hoort de koelbox trouwens aanstaan. Mijn auto lijkt nu helemaal vol, maar ik had natuurlijk helemaal uitgeruimd voor de vakantie. Dus eventjes eerst die robot tillen. Dat is echt mega zwaar. Oh, ik hoef echt letterlijk alleen maar even schuin de straat over te steken. Perfect, het scheelt weer. Doei. Koepsie. Niet gevlogd. Ja, ik ben gewoon bezig. Ik heb de bouldercar. Even gezellig gekletst met papa en mama. Was wel eventjes heel leuk. Mijn auto meteen eventjes een beetje geordend. En nu lekker naar huis. En dan moet ik dus, ja, zeg maar over 24 uur komt H. En dan gaan we eten, auto klaarmaken, slapen en de ochtend ernaar rijden. Dus ik heb nog 24 uur. En dan moet ik gewoon nog even, ja, mijn tas inpakken voor de vakantie. Maar ik, ja... Als je met de auto gaat is dat allemaal niet zo spannend. Ik bedoel, je neemt gewoon lekker mee wat je wilt. Past sowieso wel, niet te veel mee. Ik denk gewoon voor elke dag even een outfitje of zo. Lekkere strandkleding, makkelijke kleding. Iets van chill kleding, helemaal prima. Ja, goed toch? En dan... is wel goed, komt wel goed. En editen. En chillen, lekker. Hey, uitslover. Als ik dan kom, gaat ze even krabben. Schatten. Hi, liefje. De gordijnen kunnen er open, want het is niet meer heet. Ja, daar ben ik weer. Had de buurvrouw weer op jou gepast, schatje? Ja, weet je, ik kan wel elke dag thuis blijven voorzien, maar het is het enige dat ze doet te slapen de hele dag. Dus, maar ik ben niet zo lang weg geweest. Hi Dickie, kom maar. Gaan we even knuffelen. Eerst vond ik dat het niet weg kon gaan, omdat ik natuurlijk ook al op vakantie ga. Maar zij doet niks anders dan liggen. En het boeit er ook niet of ik er ben of de buurvrouw, volgens mij. En Sophie komt op jou passen, hè? Omdat je zo lekker dik bent. Oh, hi. Iedereen vindt haar ook schattig. Iedereen zegt, oh my god, ze is zo lief. Ja. Maar ze doet het echt niks anders dan liggen de hele dag. En 1 minuut spelen. Good morning. Ik dacht, ik ga even een keer weer een eiwitshakeje maken. Dat doe ik echt nooit meer. Want ik was mijn... chia dinges aan het maken, maar dat moet ik nog even intrekken. En toen dacht ik ineens, ik heb zin in een eiwitshake. Dus ik heb dan mijn eiwitpoeder met havermelk water.
En ik dacht, dan doe ik die acai drops erbij. We hadden een keer in de Westfield Mall, had ik zo'n eiwitshake met acai en dat was echt heel lekker. Dus ga ik dat eventjes proberen. Hij, de havermout was niet koud, ik heb geen ijsblokjes, dus ik ga hem echt even in een glas in mijn vriezer zetten, want hij is echt warm. Je proeft niet echt veel bijzonders, het smaakt eigenlijk gewoon een eiwitshake. De gedachte was leuk, maar maar wel even weer gezond. Kijk, dat is ideaal aan een vrieskist. Ik had ook nog hier zo'n soort proteïnesap ding besteld, maar die heb ik nog niet geprobeerd. De smaak is trouwens, het smaakt een beetje aan chocola, of richt aan mij. Nou, laat hem even koud worden. Ik zat lekker een beetje in het zonnetje te editen. Nou, het is niet heel warm, maar er is wel een klein zonnetje. Alleen je ziet dan dus niet echt op je scherm wat je precies doet. Zie ik bijvoorbeeld beelden van mezelf, waarbij je echt even moet checken van, zit er niet een ongeschikt beeld tussen? Waar ik half naakt sta of zo, dus die moet ik zo nog even nalopen. Even de plantjes. Lekker met mijn blender gewoon water geven. Ik denk dat ze dood zijn als ik terug op moet. Mijn huis is sowieso mega zooi. Ha komt hier dus straks naartoe na zijn werk en dan hier slapen. Vroeg slapen en morgen vroeg rijden. Maar ik moet echt alles helemaal... Ze gaan schoonmaken, opruimen, alles. Maar ik wil ook nog sporten. Dus ik moet even aan de bak. Zo, ha is er inmiddels. Ik heb gesport en we hebben even lekker een simpel zuurdesempizza bodempje uit de vriezer. Met mozzarella en wat basilicum, olijfolie en peper. Heel simpel, maar het is wel echt goed deeg. En nog lekker wat feta pasta. Ik had niet heel veel pasta meer, dus daarom hadden we dan een half pizzaatje. En nog een beetje dit. Ik heb ook geen basilicum meer, maar het is wel heel lekker. En haas even lekker aan het stoppen. Lekker. Goedemorgen jongens. Poesie, kom nog even. Je snapt er niks van, hè? Je hebt het alweer door, hè? Dat er iets gaat gebeuren, dikzakje. Wij gaan alleen even op vakantie. Maar Sophie gaat voor jou zorgen. Doe je kleine poëziekitten. Je snapt het niet, hè? Of je hebt het door, hè? Ja. Je bent zo mooi. Ja. Wij zijn om 5 uur opgestaan. Lekker druk bezig, haal ik lekker veel. Ik moet nog best wel veel dingen doen namelijk. Jultjura is nu vast naar de auto lopen. Zodra je de deur open doet, komen er muggen, want het is nog donker. We willen eigenlijk over 10 minuten weg 6 uur rijden. Eigenlijk willen we dus 5:30 rijden. Zodat we voor de file in Nederland begint weg zijn. Maar goed, we gaan het zien. Ik heb even €50 neergelegd, we hadden geen geld afgesproken, maar ik dacht, dat is wel netjes. Ik dacht, ik eerst maak een leuk pakketje voor haar, maar geen tijd en dit is, vindt ze waarschijnlijk wel chill als 15-jarige. We zijn on the road. Hoe lang zijn we nu onderweg, ha? 3,5 uur? Ja, 3,5 uur. We hebben al bij een tankstation even geplast. En nu zei ik van ook, gewoon even langs de weg bij zo'n smerig ding. Maar het was echt toppunt van smerigheid. Gewoon, het slot deed het niet. Geen zeep, geen wc-papier. Zo'n zilveren pot met allemaal poeppapier ernaast. Echt zo goor. Ik ben er gewoon boven gaan hangen met een papiertje die Hama had. En even snel geloosd. Heel vies. We moeten denk ik nog ruim 2 uur. En dan gaan we dus even lekker boodschappen doen. We proberen ook gewoon even nu even, weet je, heel even 5 minuutjes een zonnetje te pakken. Niet te gaan haasten. We waren op zich gewoon op tijd vertrokken. En het is heel gezellig. Ik ben helemaal aan het genieten. Ik vind het heerlijk met haar in de auto. Echt heerlijk. Ik had me ook al verheugd op dit gedeelte van de reis. Gewoon in de auto zitten. Ik vind het zo gezellig. Zo ziet de auto eruit. Ik heb trouwens ook geslapen. Heerlijk. Want ik had echt maar 3 uurtjes gepakt vannacht. Daar komt haar aan. Ik hou zoveel van hem. Lekker ding. En ja, we hebben ook allemaal drinken en zo mee voor daar. Want de boodschappen zijn gewoon heel duur in Zwitserland. Dus ik dacht, neem lekker dingen mee. We hebben een koelboxje. Misschien ga ik ook even lekker een koffietje nemen. Het slot zit erin, dus dat piept heel erg. En dit is dan koel. En straks kunnen we ook boodschappen hier dan in gaan doen. Lekker colaatje. En helemaal chilling. Even zo heel even zo'n zonnetje tussendoor is ook wel lekker hoor. Al is het maar heel even. Connected. En haar is het enige die nog heeft gereden. Mag een kusje in de vlog? Wel, je moet het leuk worden in de vlog. Kusje. Nee. Wel. Nee. Ha. Nu. Nee. Nu. Nou, je bent zo vervelend. Oh. Kijk hoe perfect. Hij heeft dus een plek gevonden waar een Lidl zit en een DM. En dat is maar 4 minuten omrijden vanaf de snelweg. We gaan er nu dus af. En we zijn er over 4 minuten al. Dat is echt perfect zo. Want ik had het dus gevraagd aan AI. En niet gecheckt en naar haar doorgestuurd en had gekeken. En dat was gewoon 1,5 uur om. Ik zei van, geef ons even een winkel waar dit en dit zit. Kijk, volgens mij is het gewoon hier al. Oh, Kaufland! Dat is een waanzinnige supermarkt. Dit is perfect. Ik zal jullie zo even zeggen welke locatie het is. Voor wie het ook wil weten. Want dit is echt perfect. Het gebeurt niet vaak hoor, langs de snelweg. Er zit hier zelfs een IKEA. Het is hier echt enorm. Ja, hoe heet het hier?
weet het niet. Ha zei dus het is Karlsruhe. En toen dacht ik, hè? Huh? Dat is toen ik toch in mijn eentje op vakantie ging. Ging ik daar overnachten. Dat is echt geweldig. Maar dat was wel even de weg af. Maar dit is net Karlsruhe blijkbaar. Maar hier zit dan... Oh, wij moeten naar links. Het is heel groot. Hier heb je dan Lidl of Kaufland. IKEA. En dan moeten wij nog 2 minuten rijden. Dan zie ik goed geregeld. Kijk dit. Precies wat ik wilde. Een Aldi, een DM en een Lidl. Perfect. Hier. Tada. Kapellestraße 5A. En dan Keppele. Dus met puntjes op de A. Oeh, het is lekker een hele grote DM. I like. We hebben boodschappen gedaan. De auto zit nu echt een stuk voller. En het is echt volgens mij 32 graden. We gaan helemaal dood. Dus we gaan ook lekker snel weer weg. Tanken, plassen en echt nog meer dan 6 uur rijden. Dus wel een lange rit. Oeh. Zwitserland is zo'n goed georganiseerd land. Je hebt hier dan langs de weg. Er stond niet eens wc. We gingen gewoon even kijken. Heerlijk vers beekwater. Kan je lekker drinken, je opfrissen. Boven gewoon prima wc's. Je gaat er niet op zitten, maar gewoon zeep, water, droger. Alles zo goed geregeld hier. Echt... Heerlijk vind ik dat. Iets voor achten, we zijn er bijna. We zijn dus nu 14 uur onderweg. Haaks is eentje gereden. Te chill. En alles krijgt vlekkeloos. We hebben even een file gehad van ruim een half uur. Maar die compenseerde daarna weer een andere file die ingepland was. Die dus daardoor verviel. Dus we kwamen echt maar 8 minuten bij. Of nee, 13 minuten bij of zo. En we hebben gewoon lekker wel vaak gestopt. We zijn vaak gestopt. Hier is de dam. Dat zien jullie nu niet, denk ik. Maar dit keer gaan we denk ik niet naar de dam. Dat is gewoon iets wat je 1 keer moet hebben gezien. Maar we zijn er bijna. 10 minuutjes nog of zo. Oeh, de orgaantunnel noemen we dit. Het orgaan. Als je hierheen gaat, als je mijn vlogs al langer vlogt, ken je hem inmiddels wel. Ja, vanaf hierna. Super frisse lucht. Darmen. Daar zijn we dan. Altijd even keren bij het kerkje, dat de auto goed staat. Heerlijk. Hij gaat even water drinken. Schattig. Daar heeft hij zich op verheugd. En daar is dan het huisje. Good morning. We hebben echt heel lekker geslapen. Lang geslapen ook. En nu lekker een tijdje wakker. Heerlijk hier wakker worden. Hij is eitje aan het bakken. Ga gewoon even lekker ontbijten. Niet te overdrijven. Niet te veel rotzooi maken. Gewoon waar we zin in hebben. Ik hou ervan. Gewoon... Niet de hele tafel vol gooien, dan moet je weer alleen maar veel opruimen. Lekker broodje met jam eten. Eitjes, koffie. Oké, it's time to go to the beach. Lekker. Heerlijk, gewoon lekker badbakje, broekie, spullen mee. Let's go. We hebben besloten omdat we wat later vertrekken vandaag. We gingen pas 11:30 weg, omdat we lekker gingen chillen. Dat we naar de watervallen gaan. Want en het is niet, ja, er is voorspeld dat het aan het eind van de dag misschien wat minder mooi weer wordt. En ja, het is toch al wat later. Bij de watervallen wil je niet de hele dag liggen zoals op een strandje. Dus het is zo grappig. Je moet dan dus echt 20 minuten de berg af. Dan moet je beneden ongeveer een halve minuut even een weggetje. En dan weer de berg op. Kijk, op die berg is ons huis. En we moeten op deze berg zijn voor de watervallen. Vorig jaar had ik hier dus echt die traumatische ervaring dat ik dus bijna verdronk in die waterval. Dus daar ga ik sowieso niet meer heen. Maar het was toen ook heel druk. Toen gingen we de laatste dag naar een ander stukje. Ah nee, dat was op de laatste dag trouwens. Zijn we daarna naar een ander stukje gereden. Toen kregen we nog een boete, weet ik. Omdat we verkeerd geparkeerd stonden. En toen moest de auto heel ver parkeren. Was er helemaal geen plek. Dus ik hoop... Gisteren gingen er zoveel mensen naar huis rijden, zag ik. Want heel veel mensen natuurlijk maandag weer moeten naar school moeten en zo. Dus ik hoop dat het rustig is. En dat we gewoon lekker kunnen parkeren ook. En dat het niet super druk is. Magisch echt. Als je dit zo ziet, lijkt dat we in een soort van waterpark zijn. Dat het niet echt is. Dan leef je de waterschoenen. Het is niet heel heet, omdat het lekker een beetje bewolkt is, grotendeels. Nu niet, maar dat maakt het heel chill. Alleen, we kunnen hier niet zwemmen, want de stroming is te hard. Dus we kunnen echt erin, maar dan niet bewegen. Zeg maar. Hey, laatste keer. We gaan weer helemaal, ja? Het is vallen, hè? Bij de watervallen komt. Je moet dus helemaal omhoog klimmen. Je moet even zorgen dat je haaien tas stilt.
En haal me nu en filmen en het tas binnen. Thank you, honey. Je bent wel een pro, hè? Nee hoor. Valt wel mee. Nou, hier komt de barbecue vandaan. Nou, het is super lekker. Letterlijk één minuut nadat haar aan het vloggen was, komen we bij de auto aan. Start de auto niet. Gewoon geen licht, niks. Niet eens gewoon niks. Ik denk nee. ABB bellen. En toen zei haar van hey, stonden de lichten nog aan? Stonden dus de lichten nog aan van de tunnel? Waren er dus toevallig mensen naast ons die toevallig ook startkabels hadden, want het schijnt in Zwitserland, wow, echt 200-300 euro te kosten. En toen was het gewoon in nog geen 5 minuten gefixt en nu rijden we weer, maar oh my god. Dat je echt zo naar boven loopt van, ah, oh, dit was echt zo'n lekkere dag en dat je auto gewoon niet meer aangaat. Gelukkig is het heel snel gefixt. Favoriete moment van de dag. En we hebben dus nog zon, omdat we, het is nu 5:30, iets eerder thuis waren. Lekker, heel lekker brood bij de supermarkt gehaald en dan hebben we... Dit is schapenkaas, geitenkaas met zo'n assige korst, heel lekker. En dit is dan ook nog een geitenroomkaas. Lekker cocktailtje en een biertje. En we hebben nog een heerlijke avond zonder. Goedemorgen. Ik heb lekker een soort Eline blitsbloem ontbijtje. Behalve dat er muesli in zit. Ik heb lekker witte yoghurt. Jaren niet gegeten. Blauwe bessen, witte perzik, pruim. Wat walnootjes. Ik zeg Eline blitsbloem omdat mijn moeder altijd een bak yoghurt eet en ik nooit, maar... Hier had ik zin in. Hallo. Ik wou zeggen goedemorgen, maar het is echt al 2:05. We hebben een heerlijk lui dagje. We wilden dus super graag naar het strandje en lekker zwemmen. Maar het weer liet het niet toe. Vannacht was er onweer. Dat is echt magisch mooi om te zien. En toen was er regen. Het was helemaal bewolkt. Echt Harry Potter vibes. En nu begint het wel op te klaren. Maar we zijn eigenlijk aan het chillen. We hebben zelfs lekker gepowernapt. Lekker gezond ontbijtje. Ik ben een beetje aan het editen. Gaat het een beetje een serietje te kijken, een beetje stof te zuigen, hij is met de barbecue aan het schoonmaken. Dus ja, het is ook wel lekker. Ik heb, omdat ik dus deze vakantie al zoveel thuis heb gechilled, heb ik iets van thuis chillen is misschien een beetje zonde. Maar als het goed is, wordt het morgen misschien ook nog niet perfect weer, maar wel prima. Dus dan de andere dagen zondag, ja, of maakt het dan uit om ook een dagje thuis te zijn. Misschien wilde ik eigenlijk naar de kabelbaan gaan. Maar bij Locarno kan je met de trein omhoog en dan, ik weet even niet meer hoe het heet, ik ben zo, oh... Nou, in ieder geval, dan ga je naar een kabelbaan. Maar die zit hier maar 20 minuten vandaan. Dan hoeven we helemaal niet naar beneden te rijden met de trein. En dan konden we dus omhoog met de kabelbaan en een stoeltjeslift. Maar misschien blijven we wel gewoon lekker thuis. Waarom niet? En ik wil nog aan jullie laten zien wat ik bij de DM heb gekocht. Wat er in de koelkast zit. Wat ik mee heb aan spullen. Dus dat kan ik nu eigenlijk perfect gaan doen. Kijk, dit is nu het weer. Dus het is op zich wel opgeklaard. En Harry zit lekker even houtskool te pakken. Heeft de barbecue schoongemaakt. Gaat hem even aanzetten dat hij even een beetje schoon gaat branden. Dat soort dingen zijn ook wel lekker om gewoon vandaag te kunnen doen. We hebben nog een weekje. Dan kan ik eventjes misschien een house tour, hoeft niet, want dat weten we denk ik inmiddels wel als je me volgt. Ik heb niet zoveel nieuwe volgers. Lekker oldschool alles afwassen. Oh, we hebben ook gewoon een vaatwasser. Ja, helemaal vergeten. De koelkast ligt dus echt bomvol. Ik zal even een koelkast tour doen, want ik weet dat veel mensen dat leuk vinden. Ja, ik had dus zin in appelmoes en jam. Hele lekkere mayo. Dit is nog uit Nederland, bio-eitjes. Dit is van de DM. Ook uit Nederland. Vet ongezond, had ik zin in. Dit is dus die hele chille koffie. Zonder suiker, lactosevrij, die je hier kan kopen. Uit Nederland, uit Nederland. Uit Duitsland. Van de DM, Duitsland. Het haar in Duitsland gekocht. En ik heb dus heel veel zin in yoghurt. Ik weet niet of ik nou ineens tegen melk kan. Ik ben er nog niet helemaal uit na die nijsessie. Maar mijn lichaam heeft er soms gewoon echt behoefte aan. Geitenkaas met kruiden. Franse kaasjes die we gisteren lekker hadden gegeten. Dit eet haakkoekjes, cheese. Geitenkaas nog uit Nederland. En kip, zalm. Augurken. Geitenkaas. Dit. Heel veel zuiveldingen. Biertjes van ha. Lekkere yoghurt met frambozen. Hoe noem je dit? Dat zijn geen frambozen, blauwe bessen. En dit is ook nog uit Duitsland, van die Griekse yoghurt. Een kokosnoot. Vlees voor op de barbecue. Vindt vooral ha heel erg lekker. Mij doet het niet zoveel, maar... Ja, watermeloen nog. Nog meer koffie. Broodjes voor als we gaan barbecuen.
Ze hadden geen ijsblokjes, dus we hadden in Duitsland. Het is wel een beetje zonde, maar we hebben geen zin om wat op te eten. Zo'n zak met van die doperwten. En een soort van aardappeldingen. Maar ja, we moesten iets hebben om het koud te houden. We zouden het vandaag nog kunnen eten, maar ik weet het niet. Ja, gooi is ook zonde, maar goed. Het was in plaats van ijsblokjes. Nog een brood. Cocktailtje. Wortels. Ik heb nog zuurdesembrood mee uit Nederland. Komkommers uit Nederland. En van die gekke komkommers. Moeten we ook gaan eten trouwens. We hebben heel veel groente en fruit. Hoppa. Kijk, van die augurkenkomkommers, weet je wel, met zo'n grove schil. Avocado's, courgettes, bio-courgetten. Heel veel tomaten nog uit Nederland, maar ik er veel te veel had gekocht. En dus bio-courgette. Ik hoef echt geen boodschappen meer te doen. Heel veel kiwis, perziken, nectarines. Ik denk dat we dit keer ook niet naar Italië gaan rijden voor boodschappen, omdat we gewoon zoveel bij ons hebben dat het niet nodig is. En anders was vandaag dus een perfecte dag geweest om daarheen te rijden, maar we hebben gewoon genoeg. Dit hebben we hier ook nog allemaal staan. Haverkoekjes, noten, maiswafels, veef olijf met amandelen. Dat is weer lekker in de auto, snoepjes. Deze heel leuk bij de DM gekocht, leuke tissues. Hier ligt knoflook ook avocado. Niet zo spannend. Oh ja, dit hebben we bij de DM dus gekocht. Lekker oogpads. Een maskertje. Nog een maskertje. Oogpads. Masker. Dit had ik besteld. Nog niet getest. Zodat je dus door je neus ademt in de nacht. Heel benieuwd naar. Maar toevallig gaat het wat beter de laatste tijd. Dus ik heb ze nog niet gebruikt. En voor eventueel als ik boven in bad wil. En elastiekjes. En hier slapen we dan. Ziet er super lekker uit nu. Chill is dat je dus lekker tegen elkaar aan kan liggen, maar het dus ook weer uit elkaar kan schuiven. Dus dat is wel heel erg fijn. De raam kan nu in principe gewoon open, want het is niet zo heet. En hier is een andere slaapkamer. We hebben lekker als rotzooikamer. Ik heb het wel uitgeruimd, maar niet super netjes gedaan. Ik heb gewoon kleding die jullie wel kennen meegenomen. Ik denk dat ik alsnog heel veel niet ga gebruiken. Ik vond dat ik niet te veel mee had. Maar uiteindelijk is het altijd weer te veel. Hier heb ik gewoon allemaal ondergoed gedumpt. Badpakken gedumpt. Broekjes. Gewoon lekker slordig. Het hoeft allemaal niet zo netjes. Want over een week rijden we alweer naar Nederland. En dan een badkamertje. Deze had ik lekker bij de DM gekocht. Ik vind het altijd leuk om daar dingen te kopen voor hier. Om die hier ook gewoon te laten staan. Want het is zo goedkoop. En gewoon vind ik leuker dan uit Nederland meenemen. Hi. Dit is de mannenafdeling. Deze wordt ook nog bij de mannenafdeling. En deze. Oké, wat heb ik bij me? Deze is slechte deel, want die is wel echt even heel lekker met heet weer tegen zweet. Ik mix deze nog, die ik nog van vorig jaar heb, met deze als dagcreme. Toner, armbandjes. Ik heb echt geen sieraden bij me. Lensvloeistof. Dit is als ik mascara eraf wil halen, maar ik denk dat ik me max één keer ga opmaken als we uit eten gaan. En dat is het. Oeh, mijn vitamine C serum, wat heel raar is. Sinds ik hem dus hier smeer, gaat hij dus wit worden en een beetje schuimig. Terwijl het doorzichtig is. Snapt iemand hoe dat kan? Deze Tamsa miskoop was dat trouwens. Deze voor de avond. Lenzen, een watje en een haarclip. En dit had ik gekocht bij de DM. Ik vind het niet heel lekker ruiken, maar lekker gewoon een olietje. Klein parfummetje mee. En dus mijn Yummy Gums. Het ziet er ook zo gezellig uit in je kastje. Nou, daar heb ik jullie natuurlijk al over verteld. En heb ik deze nog, die vind ik niet heel boeiend. Ik gebruik liever het haarmasker. Maar ik dacht, misschien ga ik hem hier een keer opmaken. Omdat je hier veel zwemt en wat vaker je haar wast of spoelt. Dat ik dan nog zo'n conditioner erna kan doen. Dit om mijn tenen even stil te lakken, maar ik heb geen remover bij me. En dit is de shampoo die ik al heel lang altijd gebruik. En deze heb ik nog niet getest, maar die heb ik bij de DM gekocht. Omdat ik niks meer had voor om in mijn haar te sprayen. En dan de douche. Ja, ik heb dus niet heel veel bij de DM gekocht. Deze is heel fijn. Dit is dus niet qua geur zoals Rituals, maar qua effect net als die Rituals scrub. Gewoon echt, hij is iets grover misschien. Best wel een vrij harde, grove scrub. Maar hij laat echt zo'n lekker olielaagje achter. Dus dat is een goede aankoop geweest. Totaal niet interessant, maar gewoon een heel dik wit scheerschuim. Dit is van Ha. Deze heb ik nog bij de DM gekocht. Die ruikt lekker naar watermeloen. Deze had ik gekregen volgens mij bij mijn juf afscheid. Die heb ik ook mee. Ik was vergeten dat ik douchegel mee had. Anders had ik niet twee douchegels gekocht, maar goed. Lekkere oliedouchegel. Deze bij de DM gekocht, want ik vind douchen met zo'n ding echt veel chiller. Want dan kan je gewoon lekker je helemaal insoffen. Deze is trouwens heel chill. En dit heb ik gewoon uit Nederland. Cleanser gebruik ik altijd.
Deze scrub. Deze heb ik al 100 jaar niet opgeladen, maar die gebruik ik gewoon zonder dat het trilt. En mijn scheermesje. En dat is het al. Wow, ja. Yeah. Dit is dus heel chill. Maar hij was bijna vol en heel bijna leeg, want H is obsessief met dit. Als je dus niet wil strijken. Dit was het al. Dit is mijn shoplog al. En mijn, wat ik mee heb op vakantie. Hè? Huh? Wat saai. Ik dacht dat het echt heel veel zou zijn. Nou ja, prima. Oh, heb ik hier nog deze. Die had ik in mijn kast liggen, nog nooit gebruikt. Van Weleda. Ook fijn. En ik heb nog shea butter, maar ik weet niet waar die is. Dat is ook heel fijn voor je huid. En ik ga lekker een beetje editen. En genieten van het leven. Oh, ik heb nog arganolie bij me op mijn nachtkastje, daar zie ik. Dus everything that I can show you. Dit koffieapparaat komt van boven van mijn moeder. Die hebben we beneden gezet. En dan kan je lekker koffie met melk maken. Oh ja, ik heb mijn Sophia Maybaker met mijn matcha whisk mee. Maar ik heb geen zin in matcha hier. Matcha mee. En deze thee heb ik gekocht in Duitsland. En deze thee. En dit had haar gekocht. En olijfolie had ik lekker uit Nederland meegenomen. Hele fijne olijfolie. En ik had dit nog gekocht in Duitsland. En afwasborstel en brood hebben we gekocht. Oh ja, deze heb ik ook nog gekocht. Dit was het echt, toch? Oh, hier nog. De ongezonde snacks. Ja, ja. Tonijn van H. Hier ligt een kruimel. Ja, van die vet ongezonde dingen die lekker zijn om mee naar het strand te nemen. Die nooit opkomen. En hier staan gewoon vaatwastabletten. Appelbroodjes, aardappeltjes voor de barbecue. Dit is uit Nederland. Gisteren hebben we pasta pesto lekker lui gegeten. Toch weer... Oh nee. Dit is typisch een man die dit zo teruglegt. Ook lekker van die ongezonde dingen voor het strand. Die ander zit nog in de auto. En in dezelfde categorie. En dit was het dan echt. Dus nee, ijsjes. Brood gekocht, dat viel heel erg tegen. Dus die hebben we in de vriezer gelegd. Ijsblokken voor de koelbox. Vlees van H. En deze ijsjes. Gisteren gekocht, want die waren vrij goedkoop. €2,95. Ze maken echt naar milkshake. Ze zijn heel lekker. En dat was het echt nu. Ik ga straks eventjes lekker daar... Hoepelen heb ik besloten. Dus ik ga maar eens even kleren aantrekken. Ik zie nog iets wat ik was vergeten. Dit had ik ook nog gekocht. Want ik dacht, het is zo smerig al die wc's onderweg. Maar eigenlijk is Zwitserland super schoon. En hier, dit heb ik jullie dus nog niet laten zien bij aankoop. Wat heel veel mensen verschrikkelijk vinden. Ik vond ze dus best wel leuk. Dit zijn dus crocs. Ze lopen wel vrij lomp. Alsof je op een soort hakplateau schoenen loopt. Maar ze kunnen dus tegen water en zo. Dus ik vond ze helemaal leuk. En hier staan gewoon ja, lege tassen. Nog wat voorraad uit Nederland. Dus wat ik zeg, we hebben echt niets nodig. We hebben zeepapier in Duitsland gekocht. Keukenrollen mee uit Nederland. Dit ook nog. We hoeven letterlijk geen één keer meer boodschappen te doen. Dus dat is eigenlijk ook wel chill. Al hou ik heel erg van boodschappen doen, vind ik het toch wel lekker dat het niet hoeft. Hier hangt mijn rugzak, make-up tasje die ik nooit ga gebruiken. En dit had ik schattig uit Nederland meegenomen. Om wasjes te draaien. En hierboven is mijn oudershuis waar nu niemand zit. Ik ben er niet echt een goed broekje aan voor hoeven. Hoe weet jij dat nou weer? Ik heb nog nooit geroepen. Ja, net als je het zwart. Ja, hoe weet je dat? Doe jij maar even om je kruikje. Jij wel ook, hè? Ja, even testen voordat je een ander doet achter elkaar. Jezus, ik dacht dat ik even kon lachen. Dat zie je wel dat het moeilijk is. Ja, net dat ik. Zo, hè? Dit. Kijk eens naar mij. Dit. Ja. Ja. Even sfeer geven. Wat raar. Ja. Wat doe je? Dan thuis met Game of Thrones. Als je dit doet, is het makkelijker. Wow, je bent ineens een cameraman geworden. Schuin op het klefje kijken. Lekker tussendoor water drinken. De tijd gaat wel langzamer als je naar uitzicht kijkt in plaats van Game of Thrones. Ik zit pas op 10 minuten naar kijken. Hier zit het kerkje. Eigenlijk moet ik een kaars branden. Voor oma. Dat zou wel leuk zijn. Er is dus een vrouw die hier woont die dit elke dag gewoon open doet en afsluit. Mooi hoor, echt een fijne plek. Je zou hier maar wonen en gelovig zijn en gewoon elke dag hier even naartoe kunnen. Dat is
Sowieso vind ik het ook een hele fijne plek en ik ben niet gelovig. Nog 12 minuten, dan zit ik op een half uur. Lekker van de BBQ. Oké, jongens. Oh, dacht je aan het water? Niet meest charming, maar ik ga de vlog afsluiten. En ik moet jullie natuurlijk ook nog een relatie-update geven. Nou, meestal had het wel door, maar heel en ik zijn inderdaad weer samen. Eigenlijk zijn we maar iets van een maand uit elkaar geweest. En ook in die tijd hebben we elkaar nog heel veel gesproken. Ik heb dus een date gehad. We zijn apart gaan wonen. Maar we hebben deze tijd vooral gebruikt om goed na te denken. En ik heb me gewoon heel erg gerealiseerd dat ja, mijn grote liefde gewoon altijd voor mijn neus stond. En eigenlijk wist ik dat ook, maar ik ben een enorme twijfelkom met dingen in het leven. En als ik weg kan, ga ik ook wel vaak weg als ik denk dat het beter kan. En ik merkte dat ik heel erg dacht dat het gras groener was aan de overkant. En ga vergelijken met films en idealistische verhalen en dingen. En ik, dat is gewoon heel erg mijn karakter. Daarbij was ik niet heel erg happy in Zoetermeer. Ik ging daar wonen en 2 maanden later begon ik al een horecazaak. Wat eigenlijk uiteindelijk helemaal niet leuk is verlopen. Ik ben mijn oma verloren. Na die horecazaak heb ik eigenlijk niet echt gewerkt. Ik gaf bijles, maar ik zat voornamelijk thuis. Het zat niet helemaal lekker daar. En ja, ik ben heel blij dat we uit elkaar zijn gegaan. Zeg maar dat ik apart ben gaan wonen. En dat ik apart woon. Dat is samenwonen was trouwens niet voor ons een reden om, waardoor het niet goed ging, om mensen zeggen, oh, dat is dus jullie ding. Dat is het niet, want samenwonen ging eigenlijk heerlijk. Ik had gewoon altijd het gevoel dat ik iets miste, maar dat zit ook best wel een beetje in mijn karakter. Maar er zijn ook wel zeker dingen die beter konden en wat we ons allebei hebben gerealiseerd. En ja, eigenlijk zijn we al die maanden gewoon samen geweest al. Alleen het was nog niet officieel en ik liet het ook in de vlog nog niet officieel. Maar we hadden het ook nog niet officieel zo hoor. Het was meer dat we het samen wilden uitzoeken en gewoon wilden kijken hoe het voelde en hoe het liep. Maar we merkten gewoon al super snel dat we, ja, we horen gewoon bij elkaar. En we zijn heel erg gelukkig. En ik vind het wel moeilijk om het te delen, want ik kan me voorstellen dat je denkt dat je het niet snapt. Maar ik hoef natuurlijk geen verantwoording af te leggen. Wij weten het, onze vrienden en familie weten het. Iedereen heeft ook altijd al gedacht, die komen weer samen. Alleen we hadden gewoon even een break nodig om alles op een rijtje te zetten. Hij is gewoon mijn grote liefde en ik ook niet van hem. En we zijn echt heel gelukkig. En ja, je ziet vaak van die fases in relaties dat je dus eerst happy bent en dan wordt het moeilijk en dan gaat veel uit elkaar. En uiteindelijk word je heel sterk samen en dat derde, dat voel ik gewoon heel sterk. En hij ook. We hebben gewoon best wel veel overleefd. We hebben ook best wel pittige tijden gehad. Ook extern, zeg maar, best wel pittig gehad. En ja, we zijn gewoon allebei, we streven allebei heel erg naar geluk. Dus we willen allebei gewoon heel graag helemaal gelukkig zijn. En dat maakt het soms waardoor je gaat denken, oh, als het niet 100% alles perfect is, moet je dan wel samen zijn. Maar zo is het leven niet. En als ik om me heen kijk en nadenk, besef ik me dat eigenlijk deze relatie zo ontzettend goed is. Dus ja, ja, mijn ogen moesten gewoon nog even meer geopend worden. Ik was altijd als smoor verliefd en dat weten jullie ook. En ik hield altijd al heel veel van hem en we zijn altijd gek op elkaar geweest. Maar ik dacht gewoon dat er nog iets ontbrak of wat dan ook. Maar eigenlijk is dat totaal niet zo. Dus we zijn heel erg happy en we zijn dus eigenlijk al heel lang weer samen. Maar nu dus ook officieel op YouTube weer. Ja, ik snap dat het misschien vaag is, maar ja, maakt het uit. Ik ben helemaal rozig, ik ga even lekker douchen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog en ik zie jullie de volgende week weer. Doei!